Het valt en die begint met de galoppaarden voor Hazardeuse. Andere paarden wel in de goede gangen weg en de leiding wordt genomen door Capaslo. Capaslo, daarachter op de tweede plek en de derde plek de PD-kleur. Aan de binnenkant ligt In the Wind, aan de buitenkant daarnaast Juno Day. Kreeg was op dit moment 1, 2 en 3 en zo gaan de paarden de bocht in. De vierde plek daarachter is voor Hermes Herbliné en die wordt gevolgd door de kleuren van Danny Brouwer, Jesse de Duzak. Daarachter volgt Harmony Dunor en dan King Moko. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Juno Day is onderweg naar voren. En de koploper Capaslo heeft de leiding nog steeds met een lengte. Maar Juno Day komt wel dichterbij. Juno Day wil de leiding graag overnemen. Maar hij maakt weinig druk op dit moment op Capaslo, die zeer gemotiveerd lijkt. De opening is 15-1. Capaslo aan de binnenkant, Juno Day aan de buitenzijde. Dan het kleine gaatje naar In the Wind. En die wordt weer gevolgd door Hermes Herbliné. Daarachter volgt op plek 5 Jesse de Duzak. Dan het tweede peloton, aangevoerd door Harmony Dunor. Die wordt gevolgd door King Moko. En de laatste plaats is weer aangesloten Hazardeuse. Zo gaan de paarden de bocht door. En inmiddels heeft Juno Day de leiding wel te pakken. Twee ronden te gaan nog. Juno Day op kop. Daarachter ligt Capaslo met zijn dichttrekhoofdstel voor de eerste keer. Dan In the Wind. Die laat een klein gaatje vallen. Daarachter weer een klein gaatje naar Hermes Herbliné. En de paarden blijven voorlopig even achter elkaar. Jesse de Duzak gaat wel ietsje naar buiten, maar gaat de aanval nog niet open. De tweede tussentijd 16-7. De eerste kilometer gaat 16 vlak. En zo hebben we nog 2 kilometer te gaan. Leiding in handen van Juno Day. Juno Day, Capaslo. Dan In the Wind, gevolgd door Hermes Herbliné. Daarachter weer een klein gaatje dan naar Jesse de Duzak. Die wordt gevolgd door Harmony Dunor. King Moko is voorlaatste en laatste is Hazardeuse. Langgerekt peloton. In dit tempo zal Juno Day de hele tijd blijven lopen. Het is vandaag 3100 meter. Het had net zo goed 5100 meter kunnen zijn. Ook dan loopt hij datzelfde tempo. En Krebas verkrimpt niet op kop met Juno Day. De enige die hem bijhoudt op dit moment is Capaslo. Volgende tussentijd weer een 16-tijd, 16-7. De rest van het veld in de aansluitende vorm, maar wel met gaatjes ertussen. En zo gaan ze weer op weg naar de Tjarda-bocht. Wordt nu ingedraaid, Juno Day. Juno Day wordt gevolgd door Capaslo. In the Wind gaat het gaatje nu een beetje dichtlopen. Daarachter ligt Hermes Herbliné. Die wordt gevolgd door Jesse de Duzak. Allemaal nog aan de reling. Daarachter is het Harmony Dunor. Harmony Dunor zal van achteren naar voren willen. Dat wil King Moko eigenlijk ook. Die ligt voorlaatste. En laatste is Hazardeuse. Rechte lijn voor de tribune. Straks nog 1 ronde te gaan. En Krebas gaat ongetwijfeld weer een 16-tijd neerzetten. Maar nu gaan ze wel naar het tweede spoor. Iemand moet een keer gaan. En Hermes Herbliné is de eerste die dat doet. 16-9 de tussentijd. We gaan op weg naar de laatste kilometer. Die wordt nu ingedraaid door de koploper Juno Day. Capaslo houdt de rug. In the Wind kan dat niet meer. Daarachter Hermes Herbliné. Aan de buitenkant gaat nu ook naar voren Harmony Dunor. En die gaat zelfs al naar het derde spoor. Luyt de Vries vindt het tijd om het gaatje nu al dicht te lopen. Anders is hij straks te laat. King Moko probeert het binnendoor, maar die zit nu helemaal vast. Paard in de rechte lijn overzijde. Juno Day, Capaslo. Daar komt aan de buitenkant Harmony Dunor naar voren. King Moko zoekt het gaatje, maar vindt het gaatje niet. Want zit vast aan de binnenkant van Hermes Herbliné. Rechte lijn overzijde. Juno Day gaat die weer een 16-tijd neerzetten. Ja hoor, 16-6. Heel snel komt aan de buitenkant met een tussentijd van 14 naar voren Harmony Dunor. Harmony Dunor komt in de buurt van de koploper, maar die koploper loopt de hele weg gewoon datzelfde tempo. En dan moet Harmony Dunor nog een keer gaan versnellen als hij er langs wil. Capaslo gaat dat nu ook proberen. King Moko heeft ook de ruimte. Uitgeschakeld nummer 1, galop nummer 1. Halverwege de Tjarda-bocht komt King Moko vrij en gaat proberen die voorste 3 nog te pakken. En het is Juno Day die als eerste in de laatste rechte lijn is. Juno Day, Capaslo, dichttrekhoofdstel is dicht. Gaat hij er ook op reageren? Aan de buitenkant Harmony Dunor. Het is nog altijd Juno Day aan de binnenkant. Krebas controleert. Ze komen wel iets dichterbij, maar niet heel veel. Juno Day gaat hem winnen. 15-5 de tussentijd. Harmony Dunor is nog bezig voor plek 2 en houdt ook plek 2. De derde plaats is voor King Moko, die van ver kwam en hard gelopen heeft. 16-3 voor de winnaar. En daar is de voorlopige winnaar al van koers 3, de Prix Monzon-Normand. En dat is Bas Krebas met paard nummer 6, Juno Day. Juno Day en 5-jarige bruine ruin van Igor de Lemoud uit de Nymph de Mykonos. Gefokt in Frankrijk in eigendom van Stal PD. En de winnende tijd van Juno Day die mocht er zeker zijn over 3100 meter. En dat is 1:16:3. Prachtige resultaten. Opnieuw een overwinning hier op Victoria Park. Bas, ze hebben je vroeger niet hoeven leren klok te rijden. Nee, ik zie dat aardig constant is. Maar dat ken je ook, 1 tempo lopen, geen versnelling. En ik denk de hoek uit, ik denk, god, ik kom er een paar aan. Ja, uiteindelijk wint hij toch heel gemakkelijk.
Dat was misschien nog het spannendste moment van de koers. Dat Kapaasler wat gretig werd toen je de kop over wou nemen. Ja, John zei is aardig drift, maar het lukt uiteindelijk wel om af te geven. En ik rijd toch tempo, hè, dus dan wordt hij wel rustiger. Bij John zit heel makkelijk op mijn rug. Hè, en ik denk, die rijdt me zo voorbij. Maar dan, ja, hij loopt door. Kijk, in de vorige keer had ik hem natuurlijk verkeerd ingeschreven. Hè. Tweede geleerd had ik nooit moeten doen. Een ander paard voor mij, nummer 1. En dan korte afstand. Dat was jammer. Nee, maar hij loopt super. En nu op naar de finale hier. Super Bas, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Mooie overwinning van Juno Day met Bas Krebas voor de connecties van Stal PD. Hier in de Prix Monzon Normand, een trotter van de Silver Challenge. En de finale die is op 13 december. En dat laat echt nog maar 2 weken op zich wachten. En dan gaat Juno Day een gooi doen naar de prijzenpot van €10.000. Tweede werd paard nummer 3, Harmonie du Nord. Derde de 8, King Moco. Vierde de 4, Kapaaslo. En vijfde de 5, In the Wind. 6-3-8-4-5 is officieel. Dames en heren, geef ze een applaus. De winnaars in koers 3, de Prix Monzon Normand, Juno Day.